Wat is er precies gebeurd in de nacht van zaterdag op zondag op de Nelson Mandela brug in Arnhem? Volgens dit Arnhemse stel zijn zij het slachtoffer geworden van homohaat en in elkaar geslagen door een groep jongeren. De steunbetuigingen stromen bij hen binnen. Maar de advocaat van een van de jongeren beweerde gisteren in het tv-programma Pauw dat deze jongere juist het slachtoffer is. Mijn cliënt geeft aan dat er gereageerd is op het kijken. Er is op een gegeven moment heen en weer gesproken. De toon was niet fijn. En Uiteindelijk is een van de heren stand van mijn cliënten naar hem toegekomen, vuist opgeheven en heeft gezegd: Nou, ik kan je slaan. En uiteindelijk is mijn cliënt ook geslagen. Ik bedoel, mijn cliënt heeft gelukkig zijn tanden nog. Hij heeft wel zijn tandenloze lip. Ik bedoel, uh, dat is ook iets wat in deze vaststaat. Hij heeft wel zijn tanden nog. Maar zijn tanden zijn door zijn lip geslagen. Dus eigenlijk is ze net iets meer een hart geslagen door de tegenpartij. Deze 16-jarige jongen en vijf anderen die door de politie zijn aangehouden zitten nog vast, worden verhoord en zijn allemaal tussen de 14 en 20 jaar. De politie zoekt getuigen, want er is pas één getuige gehoord. Volgens het homostel had een fietser kort voor hun mishandeling ook een woordenwisseling met deze groep jongens. De politie wil die fietser graag spreken, maar ook mensen die camerabeelden hebben worden gevraagd zich te melden.